dames en heren, vanavond deel 2, de verborgen processen van reïncarnatie en karma. Ik wil nog even kort een paar belangrijke gedachten van vorige week met u herhalen, die eigenlijk ook vanavond best wel een belangrijke rol spelen. We hebben vorige week een definitie gegeven van een levend wezen, namelijk dat een levend wezen niet identiek is met het lichaam, maar dat we het hebben over bewustzijn en dat daarbij het vermogen tot zelfbeweging een essentiële karakteristiek is. We hebben ook gezegd dat reïncarnatie de beste verklaring is voor alle gevallen die door wetenschappers zijn onderzocht, die verwijzen naar vorige levens en ook dat het een oude leer is die in eigenlijk alle geschriften terug te vinden is en daar zullen we onder andere volgende week met u over gaan spreken. We hebben ook gezegd dat onze omstandigheden, het hier en nu, het gevolg zijn van de opgebouwde aantrekking door middel van sympathie en antipathie in dit en in vorige levens. We hebben ook gezegd dat karma alleen als wetmatigheid kan kloppen als je uitgaat van de gedachte van reïncarnatie. We hebben ook gezegd dat ons karakter de resultante is van ons denken en handelen in dit en vorige levens. En dat de zin van reïncarnatie en karma en de zin van het leven gelegen is in de gedachte van de pelgrimstocht van elk levend wezen om te groeien van een onzelfbewuste godsvonk tot een zelfbewuste god. En dat is eigenlijk het grootste perspectief van deze leringen van de Theosophia. Vanavond dus de verborgen processen van reïncarnatie en karma. En wat zijn dat eigenlijk, verborgen processen? Dat zijn processen die zich aan ons bewustzijn, aan ons besef, gemiddeld genomen onttrekken. Nog onttrekken omdat we nog niet of nog te weinig in staat zijn om te beseffen dat die processen plaatsvinden en het vermogen nog niet hebben om die processen zelfbewust mee te maken of te doorgronden. Als we het hebben over die verborgen processen van reïncarnatie en karma, dan hebben we het over de processen van de cyclus van leven en dood, die niet algemeen in onze maatschappij bekend zijn, en waarvan sommige mensen meer begrip en weet hebben gekregen dan anderen. En hoe die mensen daar meer van weten, zullen we in de loop van de avond ook wat meer proberen aan te stippen. Een eerste belangrijke indicatie is daarbij wel te geven, namelijk dat je dan heel nadrukkelijk dient uit te gaan om dat te begrijpen van het idee dat de mens dus bewustzijn is en niet zijn lichaam. We gaan het hebben over de complete cyclus die het menselijk bewustzijn, ook wel de menselijke ego genoemd, doorloopt van geboorte tot sterven, de dood en wederom de wedergeboorte. En daartoe hebben we een aantal kernvragen weer geformuleerd. De eerste luidt: waarom zou je je eigenlijk verder willen verdiepen in die processen van reïncarnatie en karma? Op welke bestaansgebieden kun je allemaal ervaring opdoen? Wat kunnen we ervaren rond die processen van enerzijds waken en slapen? En anderzijds, wat is er bekend over die verborgen processen van de dood en van reïncarnatie en karma? En waarom vindt dat proces van reïncarnatie eigenlijk cyclisch plaats? En welke praktische en ethische consequenties van wel of niet handelen in overeenstemming met de kennis die er is over die verborgen processen van reïncarnatie, welke consequenties zou je al een beetje in kunnen schatten? Ik ga naar die eerste vraag, waarom? Dus wat is je motief om je verder te gaan verdiepen in die verborgen processen van reïncarnatie en karma? En daar kunnen we eigenlijk vrij kort over zijn, want vorige week hebben we ook gezegd van als je bepaalde gevoelens hebt over het stervensproces, over de dood, dan is het zo dat je daar angstig over kunt zijn, omdat je niet weet wat er gebeurt.
Maar wat blijft er over van die angst als je daar toch een redelijk beeld en een visie over op kunt bouwen, zodat je dingen een plaats kunt geven? Het belang is dan ook om angstgevoelens eigenlijk te laten verdwijnen door een goed beeld ervan te hebben. En het geeft ook praktische mogelijkheden om bewust met de natuur mee te leren werken, in plaats van dingen te doen die tegen de draad van de natuur ingaat, wat weer allerlei karmische consequenties voor toekomstige levens oproept. Het geeft ook meer inzicht, als je iets weet over die processen van leven en dood, in ethische vraagstukken met betrekking tot leven en dood. Bijvoorbeeld beslissingen om in te grijpen in de processen van het sterven. Volgende maand zal deze serie lezingen gevolgd worden door een andere serie die in een aantal voordrachten op dat soort onderwerpen zal ingaan en daar heel nadrukkelijk bij zal stilstaan. Bovendien is het zo dat als wij meer kennis hebben van die processen van leven en dood, we ook veel beter weten wat we moeten doen als mensen hun levenseinde naderen en veel meer met begrip voor de situatie een ander van dienst kunnen zijn. Kortom, de conclusie is, het verdiept je inzicht in de zin van het leven en ook op een hele praktische manier weet je veel beter wat je op elk moment moet doen. Dat is, denken wij, een hele goede motivatie. De volgende vraag is, op welke bestaansgebieden kun je allemaal ervaring opdoen? En voordat we stilstaan bij die vraag, eerst nog even in zijn algemeenheid terugkomen op dat uitgangspunt dat de mens niet zijn lichaam is, maar bewustzijn is. De leringen van de Theosophia vertellen ons dat het bewustzijn van de mens tijdens de slaap en de dood niet onbewust is, maar op innerlijke en voor ons onzichtbare gebieden functioneert. En om te begrijpen wat er tijdens de slaap en na de dood met de mens gebeurt, is inzicht in de structuur van de mens essentieel. En het gaat daarbij om het leggen van een verband tussen de innerlijke, de onzichtbare gebieden van bestaan in de kosmos en de verschillende gebieden van bewustzijn die er volgens de Theosophia zijn en de verschillende niveaus van het menselijk bewustzijn. En daarbij wil ik nog even de drie basishypothesen, de drie grondstellingen, herhalen van de Theosophia, zoals die vorige week ook aan de orde zijn geweest. De eerste gaat dus over de grenzeloosheid van het leven, de grenzeloosheid van het bewustzijn, aangeduid met verschillende namen in de wereldliteratuur, het ene leven, Tao, Tat, Sunyata, Allah, gaat u zomaar verder. En dat grenzeloze leven, dat ene leven, doordringt en is de bron van alle wezens, zoals de boom de bron is van zijn bladeren. En als u hier vorige week aanwezig was, dan weet u dat we vorige week nog een vraag hebben geformuleerd die nog niet afdoende was beantwoord. En daar wil ik dan nu even op terugkomen. Die vraag die luidde, waarom gaat het grenzeloze zich uitdrukken in begrensde wezens? Ik heb nog even teruggekeken, zo was de vraag geformuleerd. En na wat gedachtenwisseling en overpeinzing komt daar het volgende uit. Zoals ik net al zei, is elk wezen in het diepste essentie het grenzeloze leven. Maar wij mensen zijn natuurlijk allemaal geneigd om ons vooral te focussen op de begrensde en beperkte kant van levende wezens. Maar in plaats daarvan zouden we juist ons dienen te focussen op dat grenzeloze, wat eigenlijk de diepste essentie van elk wezen is. En daarmee, met die gedachte, als u dat overpeinst, daarmee wordt elk
wezen in feite een facetje van dat grenzeloze leven. En denkt u daarbij naar analogie aan het beeld van de golf, van een golf in de oceaan of een rimpeltje of een kolkje. De oceaan is in zekere zin de bron van die golf of van die werveling. Maar die golf of die werveling raakt niet afgescheiden van die oceaan van leven. Hij blijft er een integraal onderdeel van. Hij raakt er niet gescheiden van. En in feite is het zo dat een oneindig aantal van die golven ook die oceaan is. Dus dat is eigenlijk het beeld. We moeten leren om dat grenzeloze leven te gaan zien in al het leven wat ons, zich aan ons voordoet als beperkte wezens, maar wat in feite dat grenzeloze leven zijn. De tweede gedachte was de cycliciteit van het leven, wederbelichaming, het komen en gaan van atomen, mensen en heelallen. En de derde gedachte, de fundamentele gelijkheid van elk bewustzijn met het grenzeloze. Ieder wezen is dus in zijn diepste kern dat ene grenzeloze leven. Zoals ook een zonnestraal zijn oorsprong in de zon heeft en iets van de essentie van de zon met zich meevoert. Daardoor is elk wezen, ook de mens, in het diepst van zijn wezen een straal van bewustzijn, waarvan de ontwikkelingsmogelijkheden grenzeloos zijn. En daarom is er ook steeds verdere groei of ontwikkeling mogelijk. Dit verklaart waarom zelfs de grootste denker zich nog verder ontwikkelt en nooit tegen een soort van plafond oploopt. Sterker nog, het zijn ook meestal dit soort mensen die beseffen hoe weinig ze eigenlijk nog weten. De gedachte van innerlijke groei zonder grenzen is ook dodelijk voor elke vorm van dogmatiek. Voor elke poging om in menselijke termen het onvoorstelbare en onbeschrijfelijke grenzeloze leven van een etiketje te voorzien. Tussentijdse conclusie. De mens is bewustzijn. Dat bewustzijn is in essentie grenzeloos in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. En dan terug naar het hoofdonderwerp van vanavond. Hoe kan het dat dat bewustzijn dat de mens is, hoe kan dat overleven na de dood van het lichaam? En wat is de aard van het bestaan van dat bewustzijn tijdens die periode tussen twee levens op aarde in? Het antwoord op deze vraag is volgens de Theosophia dat de stoffelijke wereld waarin we leven slechts één van de vele verschillende gebieden of niveaus van bewustzijn is die in de natuur bestaan. En daarbij kunnen we op hoofdlijnen, om het praktisch te maken, in beginsel onderscheid maken tussen drie gebieden die voor ons eigenlijk relevant zijn. Dat is het stoffelijke, vergankelijke gebied, datgene waar wij met ons voertuig ons bestaan in hebben. Dan is er het mentale gebied, het denkgebied, waar we als mens, als denker vooral actief in zijn. En tenslotte is er ook nog het geestelijke gebied. Denkt u daarbij aan het actief zijn met bepaalde idealen in de wereld? Denkt u aan organisaties of gezinnen waar een inspiratieve sfeer heerst en waar bepaalde idealen worden nagestreefd, die een beroep doen in het edelste van de mens? Al deze gebieden of werelden bestaan tegelijk met en doordringen onze stoffelijke wereld, zoals bijvoorbeeld water een spons doordringt, of zoals een gas een vloeistof kan doordringen en erdoor kan worden geabsorbeerd. Omdat de stof, de substantie waaruit die innerlijke werelden bestaan, ijler, etherischer zijn dan de stof die we kennen en als het ware trilt met een frequentie die verschilt van de ons bekende stof, is deze voor onze stoffelijke zintuigen niet waarneembaar. Precies
zoals we ook geen radiostation kunnen opvangen van een zender die buiten het bereik ligt van onze ontvanger. We kunnen daarom het bestaan van zulke gebieden van bewustzijn niet direct bewijzen, maar ook niet ontkennen op basis van onze zintuigelijke waarnemingen. Want die werelden zijn voor ons als het ware boven of buiten zintuigelijk. Toch zijn we er wel aan gewend dat er zaken zijn die we niet kunnen zien of waarnemen, maar die voor ons wel een realiteit zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan krachten als magnetisme, zwaartekracht of elektromagnetisme. Alle apparaten, pc's werken tegenwoordig draadloos. En we zijn er heel erg aan gewend. Dus die krachten die zijn voor ons niet direct waarneembaar. Maar ze zijn wel voor ons naspeurbaar door de gevolgen op dit uiterlijk gebied. Dus de wifi-verbindingen zorgen dat we toch contact hebben met internet. En dat zien we op ons scherm. Zo zien we ook het leven niet dat bijvoorbeeld een boom bezielt. Maar we weten dat het er moet zijn. Want een levende of een dode boom doet zich heel anders aan ons voor. Met andere woorden, tussentijdse conclusie 2. Het bestaan van innerlijke onzichtbare gebieden is niet direct te bewijzen door zintuigelijke waarnemingen, maar ook niet te ontkennen. Het is slechts te herkennen door de gevolgen op ons stoffelijk gebied. Zodra er sprake is van verschillende gebieden van bestaan in de natuur, zoals er sprake is van verschillende gebieden van bestaan, zo heeft het menselijk bewustzijn ook verschillende lagen of niveaus, volgens de Theosofie. Er bestaan ook bewustzijnsgebieden die verschillen van die waarmee we vertrouwd zijn en die corresponderen met enkele van deze onzichtbare innerlijke gebieden. Zoals de mens dus een stel fysieke zintuigen heeft voor het contact met de stoffelijke wereld, zo heeft de mens ook andere innerlijke zintuigen voor het contact met de innerlijke onzichtbare gebieden in de natuur. Die innerlijke zintuigen zijn in de meeste mensen echter nog slapend. En de mens is volgens de Theosophia niet een enkelvoudig, ondeelbaar, homogene eenheid, maar is een samengesteld wezen. Gevormd uit veel verschillende elementen en beginselen, die tijdens het leven op aarde onder normale omstandigheden harmonisch samenwerken. En naast een stoffelijk lichaam beschikt de mens over innerlijke, onzichtbare delen van zijn samengestelde constitutie, die voor een deel lager in ontwikkeling zijn dan zijn gewone denkbewustzijn en voor een deel hoger. Die samengestelde natuur van de mens wordt opgebouwd rond de zogenaamde straal van het bewustzijn die uit het hart van de mens vloeit. En die verschillende beginselen van zijn samengestelde natuur die we zo zullen laten zien in een schema, zijn allemaal verschillende aspecten, uitingen of manifestaties van die straal van bewustzijn op verschillende gebieden van bestaan. En terwijl deze straal van bewustzijn door verschillende gebieden als het ware afdaalt, concentreert hij zijn essentie op elk gebied in een actief bewustzijnscentrum met een daarbij behorend voertuig. Een voorbeeld, naar analogie. Vergelijkt u dit met een lichtstraal van wit licht die door een aantal glazen, een aantal lagen glas schijnt. U weet, wit licht omvat de 7 kleuren van het lichtspectrum. En nu bestaan er bepaalde glassoorten die allemaal een verschillende kleur uit wit licht filteren. Dus als je die verschillende lagen van glas zou hebben en je laat daar een witte lichtstraal doorheen gaan, dan zie je dat één na één al die verschillende kleuren uit dat licht gefilterd worden.
En ook al is het licht tot op het laagste niveau zwak, toch is het een deel van die oorspronkelijke straal van wit licht en brengt dan toch op het laagste niveau toch nog een flauw schijnsel over op dat laagste niveau. En misschien heeft u wel eens de mogelijkheid gehad om te duiken bijvoorbeeld. Ik heb dat diverse keren gedaan, naar diepten van 20, 30 meter. En tegen de tijd dat u op die diepten bent, dan ziet u dat een heleboel van de kleur uit het licht eigenlijk al verdwenen is, doordat de hoeveelheid waterkolom die dan boven u staat eigenlijk al allerlei kleuren zoals geel en rood eruit gehaald heeft en het eigenlijk allemaal een beetje donkerblauw begint te worden. Op een analoge manier, zoals dus licht door glas of water valt, komt de straal van bewustzijn alleen op de hogere gebieden van onze natuur volledig tot uitdrukking. En op die lagere gebieden, in onze lagere natuur, kan het zich alleen maar voor een gedeelte manifesteren. Nu, analoog met die zeven kleuren van het licht, kent de straal van bewustzijn van de mens ook zeven beginselen van bewustzijn. Die zijn als volgt benoemd en die heb ik gerangschikt in het schema van de apostel Paulus met geest, ziel en lichaam. Dat ziet u hier. Dus de bovenste cirkel is het geestelijk deel wat het onvergankelijk deel van de mens is. De middelste cirkel is de ziel, het lerende deel van de mens. En de onderste cirkel is het lichaam, het vergankelijk deel van de mens. En in dat geestelijk deel ziet u drie beginselen van bewustzijn. Het goddelijk beginsel als hoogste, wat met Sanskriet Atman wordt genoemd. Het is in feite de weerspiegeling in ons bewustzijn van dat grenzeloze leven. Dan daaronder het geestelijk beginsel Bodhi, het verlichtingsbeginsel. Daaronder manas, het denkvermogen en met name het hoogste deel van het denken. Dat wil zeggen het denken wat gericht is op bovenpersoonlijke zaken, op idealen bijvoorbeeld. En vervolgens komen de vermogens aan bod, het denkvermogen, maar dan het laagste deel. Dat wil zeggen alles wat gericht is op het persoonlijk leven van de mens. Begeerte, kama, de begeertekracht die wij kleuren met onze gerichtheid van ons denken. Vervolgens het prana, de vitaliteit. Daaronder het modellichaam of het astraal gedeelte van de mens. Het linga sarira, genaamd in het Sanskriet. En tenslotte het stula sarira of het stoffelijk lichaam, datgene wat we van elkaar zien. En u ziet dus dat die verschillende vermogens, deze bovenste drie die lichtblauw gekleurd zijn, die behoren dus bij dat geestelijk, onvergankelijk deel. De rode die behoren bij het gedeelte van de ziel, wat ook hoort tot het vergankelijk deel van de ziel plus het lichaam. En de vitaliteit en het astrale en stoffelijk deel behoren tot het voertuigelijk lichamelijk deel en is uiteraard ook vergankelijk. Dit is het beeld van de mens waar we vandaag mee zullen gaan werken. En u kunt ook zien dat door die tweedeling van ons denkvermogen in een hoger deel, wat dus gericht is op meer de idealistische kant van ons denken, bijvoorbeeld het ideaal koesteren van een menselijke broederschap, en dat lager deel wat bijvoorbeeld denkt van nou, ik wil liefst vier keer per jaar op vakantie, voor minder doe ik het niet. Dus echt de persoonlijk gerichte kant. Die gerichtheid in de ziel maakt dat die ziel eigenlijk een tweedeling kent in een vergankelijk en een onvergankelijk deel. En die kennis over die tweevoudigheid van die menselijke ziel, die is in alle culturen altijd bekend geweest. En daar vindt u eigenlijk in alle literatuur voorbeelden van dat er gepleit wordt door de grote wereldleraren om vooral hierop gericht te zijn, omdat dit gedeelte, en ik heb daar al het woord reïncarnerende ego bij gezet, omdat dat
tot de onvergankelijke aspecten in ons bewustzijn hoort, die we mee kunnen leven, nemen naar een volgend leven. Terwijl alles wat persoonlijk gericht en persoonlijk gekleurd is, tot het vergankelijk deel van de menselijke natuur hoort en wordt afgeworpen tijdens dat proces na het overlijden. Wat toch heel belangrijk is om te beseffen, dat is dat als je naar die samengesteldheid kijkt van de mens, dat is dat we onze aandacht, onze concentratie meestal concentreren op één van die verschillende aspecten. Als we bijvoorbeeld aan het hardlopen zijn, dan is het zo dat we heel erg stoffelijk bezig zijn en vaak niet zozeer gericht zijn op het, om tegelijkertijd ons heel erg mentaal te concentreren op het oplossen van een of ander probleem. Het omgekeerde is ook het geval als wij onze aandacht en onze concentratie volledig richten op het oplossen van een bepaald wiskundig probleem, dan is het over het algemeen zo dat onze vitaliteit helemaal naar de achtergrond gaat en we daar zo geconcentreerd op kunnen zijn dat we helemaal niet meer het besef hebben op dat moment dat we een lichaam hebben en bijvoorbeeld al uren bezig zijn en helemaal niet beseffen dat we vergeten hebben te lunchen of zo en dat dat dus helemaal naar de achtergrond gaat. Conclusie, volgens de Theosophia is de mens dus in zijn bewustzijn een samengesteld wezen bestaande uit 3 of 7 delen. U kunt verschillende onderverdelingen aanhouden en dat is ook iets waar u zelf onderzoek naar kunt doen. We zullen dat hier en daar wel aanstippen, maar vooral in onze cursussen, de cursus Anders Denken en de cursus Levenswijsheid, wordt volop ingegaan op die samengesteldheid van de mens en van die verschillende beginselen van bewustzijn. Ik ga naar de volgende vraag toe. Wat kunnen we nu zelf ervaren rond die processen van het waken en slapen? Want ik wil met u eerst over waken en slapen gaan spreken, voordat ik met u dieper inga op de processen van leven en dood, of leven en dood en reïncarnatie. Omdat we die innerlijke onzichtbare bewustzijnsgebieden niet door rechtstreekse waarneming kunnen bestuderen, is het de op één na beste benadering om allereerst de bewustzijnstoestanden te gaan onderzoeken waar we op basis van onze eigen ervaring wel enige kennis van zouden kunnen hebben. Dus ik ga het met u hebben over onze waaktoestand, over de droom-slaaptoestand en over de toestand van de droomloze slaap. Nou, als we het hebben over de waaktoestand, dan zijn we overdag zijn we natuurlijk actief met ons denken en met onze gevoelens op het mentale gebied. Zijn we ons ook gemiddeld genomen wel bewust van ons lichaam op het stoffelijk gebied. En in gunstige gevallen zijn we ook nog actief op dat hoogste gebied, op dat geestelijk gebied. Als we bijvoorbeeld proberen ethiek toe te passen in alles wat we denken en doen, of als we idealen nastreven. We zouden kunnen zeggen dat in die waaktoestand vooral de persoonlijke mens het actieve centrum van zijn bewustzijn is. Dus wat u net onder die persoonlijke mens zag op dat schema. Dus als we denken aan die wiskundige, dan is die, als die zich concentreert op iets, teruggetrokken uit dat stoffelijk gebied en is die vooral op dat mentale gebied bezig om een bepaald probleem op te lossen. We zouden dus kunnen zeggen dat het voor die persoonlijke mens mogelijk is om een volledig mentaal bewustzijn te hebben zonder dat je je bewustzijn bent van je lichamelijkheid. Vlak voor het in slaap vallen zijn we ons nog even bewust van de gedachten van de afgelopen dag. En als we het advies van Pythagoras volgen, overzien we nog even kaleidoscopisch de afgelopen dag om te evalueren hoe het gegaan is. En we blikken dus terug.
We blikken terug op die afgelopen dag en kunnen daarbij soms, vanuit ons hogere denken, nog een helder overzicht en inzicht krijgen van wat zich in essentie in die dag afspeelde. Maar ook als we dat doen, hebben we een goede kans dat we de andere ochtend ook weer wakker worden en ook gedachten denken die van een bijzondere kwaliteit zijn. Als we nu gaan kijken wat de algemeen aanvaarde visie is over wat die processen van slaap inhouden, dan is het interessant om een onderzoek aan te halen wat de laatste 20 jaar is uitgevoerd door een wetenschappelijk onderzoeker die heet Robert Stickold. Hij is een jaar of 12 geleden regelmatig in programma's op de Nederlandse televisie geweest. En die Robert Stickold die heeft heel veel onderzoek gedaan naar bij studenten die dus een voortgezette opleiding volgen, hoe die het beste leren. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat gedaan door die studenten het spelletje Tetris te laten doen. Dat is een spelletje waarbij je op een computerscherm van die blokjes die je ziet, die af en toe vallen. En die moet je dan door, ja, zeg maar op een bepaalde manier zo laten draaien en laten invullen dat je een zo goed mogelijke stapeling van al die blokjes krijgt. En dat is maar puur een spelletje om zeg maar die studenten iets te laten doen wat ze allemaal moeten trainen om daar goed in te worden. En wat ging hij vervolgens doen? Hij liet dus die studenten, heel veel studenten, dat spelletje doen. En hij ging aan die studenten die meededen aan dat experiment, die ging hij op verschillende momenten, nadat ze in slaap gevallen, wakker maken en ze interviewen om aan de weet te komen van wat, als ze gingen dromen, wat ze droomden en hoeveel minuten na het in slaap vallen dat gebeurde. En dat is een heel uitgebreid onderzoek geweest. En zo heeft hij eigenlijk een heel samenhangend beeld kunnen opbouwen van wat voor processen er nou ongeveer in die slaaptoestand plaatsvond. En in de eerste minuten na het in slaap vallen ging het dan vooral over dromen. En dat deed zich eigenlijk het volgende voor. En dat is dat er sprake was van een voortdurende herhaling van gedachten en situaties die met dat Tetris computerspelletje te maken hadden. En daarna volgden in de tijd gezien meer dingen als het proces van het scheiden van bruikbare ideeën om slimmer oplossingen te vinden hoe je dus beter in dat spelletje kan worden. Eigenlijk meer inzichtelijke ideeën. En vervolgens, na die fase van dromen over dat spelletje, zag je dat er een fase kwam die wij benoemen met een diepe droomloze slaap. En in onderzoekstermen heette dat de remslaap van rapid eye movement, omdat je dan kennelijk snel met je oogleden gaat bewegen. En hij kon vaststellen dat in die fase van de slaap er dus een proces op gang komt waarbij de inzichten die zijn opgebouwd als het ware worden verinnerlijkt en worden verwerkt, om vervolgens, als die spelletjes weer werden gespeeld, te worden ingezet om sneller en handiger te zijn in dat spelletje. Dus de scores gingen dan omhoog. En het bleek bij die proefpersonen dat het voor het goed leren van dat spelletje essentieel was om steeds een goede nachtrust te hebben, om dus dat proces van die slaap goed te doorlopen, om daar dus beter door te leren. En dat programma wat in Nederland toen op de buis was, heette ook De Wijze Slaper. En dat zou iets aan het denken moeten zetten. En een van die dingen die je in het algemeen in ieder geval kunt zeggen over onze dromen is dat ze aanwijzingen geven dat er buiten onze waaktoestand ook andere vormen van ons bewustzijn zijn waarbij ons bewustzijn dingen ervaart. Het onderzoek van Stickold sluit eigenlijk aan bij een uitdrukking die we in het Nederlands ook wel kennen, van daar moet ik nog eens een nachtje over slapen.
En als dat een voldoende goede nachtrust is, dan is dat volgens Stickholt dus heel goed voor je voortschrijdend inzicht. Maar we kennen misschien allemaal ook wel van die nachten waarbij je met onrustige en chaotische droombeelden wordt geconfronteerd. Waarbij we zogenaamd licht slapen en ook makkelijk wakker worden van geluiden om ons heen. En als we dan wakker worden, dan zijn we eigenlijk helemaal niet verfrist, maar nog vermoeider dan toen we in bed stapt. Die ervaringen en studies van Stickholt bevestigen ook de gedachten in de Theosophia over slapen en dromen. Tijdens de droomslaap vindt een automatische herhaling plaats van wat zich de afgelopen dag heeft afgespeeld. En vindt er ook een scheiding plaats van de lagere, op de waan van de dag gerichte gedachten en de meer inzichtelijke ideeën die we opdoen op zo'n dag. Die hogere gedachten, die inzichten, worden als het ware onttrokken aan die ervaringen van de dag. De gouden ideeën worden er eigenlijk uitgefilterd, zou je kunnen zeggen. En vervolgens, na dat proces van die droomslaap, vallen we dus gedurende enige tijd in een droomloze slaap. En ik heb hier even een volgtijdelijk schemaatje gemaakt, omdat we dat straks ook weer nodig hebben als we die slaap gaan vergelijken met de processen van de dood. U ziet hier gewoon een tijdreeks van waken, in slaap vallen, een droomslaap, want dit is dus de volgorde waarin het gaat. Dan is er een overgangsfase naar de droomloze slaap. Vervolgens weer een overgangsfase naar de droomslaap, als we 's ochtends wakker worden, bijvoorbeeld, en in een soort sluimer verkeren tussen slapen en waken. En dan worden we weer wakker. En hier tussen kan zich dus een aantal keren dit patroon herhalen. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft die processen in zijn slaap te volgen, heeft ook wel eens misschien ervaren dat je achteraf niet of nauwelijks je kunt herinneren wat die droom nou was, maar dat je wel op enig moment besefte dat dit maar een droom was. Die ervaring heeft vast iedereen wel eens gehad. En dat geeft in feite aan, als u dat overkomt, dat er een deel van ons bewustzijn een actieve rol speelt in de droom, maar dat er ook een ander deel in ons bewustzijn is of kan zijn, dat dus als het ware als een toeschouwer naar dat geheel kijkt en dat gadeslaat. En we dus innerlijk kunnen wisselen van standpunt als het ware. En dat alles is eigenlijk een hele belangrijke aanwijzing als u een keer zoiets meemaakt, dat er dus eigenlijk meer dan één ego in ons aanwezig is. En de Theosophia leert ons dan ook dat er andere en hogere gebieden zijn boven dat mentale gebied. Het geestelijk gebied, zoals ik noemde. En zoals de bewustzijnsstraal zich kan terugtrekken van het stoffelijk gebied, zoals ik dat net noemde met dat voorbeeld van iemand die een wiskundig probleem oplost en zich naar het mentale gebied terugtrekt, kan ons bewustzijn zich ook terugtrekken uit het mentale gebied en zich als het ware optrekken naar het geestelijk gebied. Wat er nu plaatsvindt tijdens die droomloze slaap, is dat de straal van bewustzijn zich als het ware optrekt naar dat geestelijk gebied, dat gebied van ons hogere en verlichte denken. En dat is een gebied waarop de persoonlijke mens niet bewust en actief kan zijn, omdat die persoonlijke mens eigenlijk bepaald wordt en beperkt wordt door dat lagere denken. Vandaar ook dat wij in onze waaktoestand, waarbij we gemiddeld genomen altijd die persoonlijke mens zijn, ons niets van dit gebied vanuit onze slaap kunnen herinneren, omdat ze niet als herinneringen in onze hersenen worden opgeslagen. Op het geestelijk gebied kan de
hogere mens, de reïncarnerende ego, zoals ik dat net in dat plaatje heb aangegeven, wel bewust en actief zijn. Wanneer de reïncarnerende ego het actief centrum van bewustzijn is, dan worden de hogere gedachten die als lessen getrokken zijn uit de dagelijkse activiteiten ingeweven in de karakteristiek van ons denken. Na die droomloze slaap volgde dus weer een overgangsfase waarin die geleerde lessen als het ware kunnen worden ontvouwd als een voortgeschreden inzicht. En vervolgens wordt er dus weer verder gegaan in dat proces naar de droomslaap. En als we een nacht hebben gehad met een diepe, verkwikkende slaap, dan is het toch vaak zo dat we dus nog een droomervaring hebben voordat we wakker worden. En als we dan wakker worden, dan hebben we soms heel even het idee van een bijzondere helderheid of een bijzondere sfeer. En voelen we ons nog een beetje opgetild boven het alledaagse. Net als dat bijvoorbeeld kan gebeuren wanneer we opgaan in een mooi stuk muziek. Maar meestal is het zo dat dat bijzondere, heldere gevoel heel snel ons door de vingers glipt. En de waan van de dag begint weer en we kunnen dat eigenlijk moeilijk vasthouden, nog. Maar het kan wel zo zijn dat na zo'n schijnbaar droomloze nacht, het kan gebeuren dat later op die dag er toch een flits, een herinnering is van die helderheid die 's nachts heeft plaatsgevonden. De Theosophia zegt hierover dat het niveau van ons bewustzijn aan het eind van die diepe slaap, waarbij de straal is teruggetrokken tot het niveau van die reïncarnerende ego, de activiteiten van die reïncarnerende ego als het ware een bepaald effect geeft, een bepaalde afdruk geeft op het bewustzijn van die persoonlijke mens. En daarbij kan die, we zouden kunnen zeggen, afdruk van het hogere denken of die spirituele afdruk die te maken heeft met dat heldere bewustzijn, volledig gericht zijn op de oorzakelijke kant van de natuur en niet gehinderd worden door de illusie van de stoffelijke wereld die wij gemiddeld hebben als persoonlijke mens. En tenslotte word je wakker als persoonlijke mens en komt het normale denken weer op gang. Bij het bespreken van die verschillende bewustzijnstoestanden hebben we de eigen ervaringen en een aantal wetenschappelijke onderzoeken bekeken en vervolgens daar een aantal gedachten vanuit de Theosophia bijgeplaatst. In mijn inleiding zei ik het al, maar waar komt nu die kennis, zoals de Theosophia die aanreikt, waar komt die nu precies vandaan? En het antwoord op die vraag luidt dat er altijd mensen zijn geweest in de historie van de mensheid die eerstehands ervaring hebben opgedaan op die onzichtbare innerlijke gebieden van bestaan. En die studie hebben gemaakt van die processen van de slaap en de dood. Hoe kan dat? Dat kan als we beseffen dat de mens dus een straal van bewustzijn is met daarin die verschillende posities of centra van bewustzijn waar ons bewustzijn achtereenvolgens in geconcentreerd kan zijn. En er zijn mensen een stap verder ontwikkeld dan wij gemiddelde mensen die hun bewustzijn duurzaam gelokaliseerd hebben in dat niveau van bewustzijn van die reïncarnerende ego, dat deel van onze samengestelde natuur dat onvergankelijk is. En dat die wezens, zowel tijdens de slaap als de dood, in die toestand eigenlijk hun bewustzijn kunnen behouden en daardoor ook in staat zijn om tijdens die processen studie te maken van welke processen op die gebieden plaatsvinden. En we hebben het dan over de meesters van wijsheid en mededogen, die dus
aan de wieg hebben gestaan van de stichting van de Theosophical Society om periodiek dit soort kennis dus in de wereld te brengen. Ook in de grote boeken van de wereld zijn er aanwijzingen te vinden over de processen van slaap en de dood. De oude Grieken noemden slaap en dood de tweelingbroers. Slaap is een onvolkomen dood en dood is een volkomen slaap. Met andere woorden, en ik zei het net al, er is een analogie tussen die processen van de slaap aan de ene kant en de processen van de dood aan de andere kant. U ziet hier de twee tweelingbroers, Hypnos, slaap, en Thanatos, dood, zoals ze in de Griekse mythologie zijn te vinden. En die analogie van die twee processen, waar we zo wat meer op in zullen gaan, die geeft dus de mogelijkheid voor onszelf ook om door waar mogelijk heel oplettend te zijn, inzicht te krijgen omtrent de waarheid, omtrent de processen van het sterven en de dood. En voordat we gaan spreken over die processen van de dood, is het goed om te benadrukken dat bewustzijn uiteindelijk altijd de leidende factor is voor die veranderingsprocessen die we kunnen waarnemen. Dus bijvoorbeeld het proces van het inzetten van het overlijden of sterven, dat is iets wat altijd vanuit binnen start. En wanneer we vroegtijdig overlijden buiten beschouwing laten als gevolg van karmische oorzaken in het verleden, dan zien we dat bij het ouder worden, met name bij mensen met verheven idealen, dat het bewustzijn zich steeds verder ontplooit en steeds meer die karakteristieken van het hogere denken begint te krijgen. Want het is namelijk zo dat die hogere delen van het menselijk bewustzijn, dat hogere denken, ook steeds meer aangetrokken wordt als het ware tot die geestelijke werelden, die werelden van idealen voor de mensheid. En dat proces geeft dan aanleiding tot het opstarten van het proces van scheiding van die innerlijke delen van die samengestelde constitutie van de mens, totdat enige tijd voor de dood zelf er al zelfs een overschaduwing kan plaatsvinden van die hogere delen van de mens, van die reïncarnerende ego, zelfs voor het sterven. Vandaar ook de uitdrukking die je wel eens hoort, hoe ouder, hoe wijzer. En voor sommige mensen is dat heel nadrukkelijk aan de hand. En u ziet bijvoorbeeld ook in de grote wereldliteratuur zijn er voorbeelden van. En mevrouw Blavatsky noemt als voorbeeld altijd de Russische schrijver Tolstoj, die naarmate die ouder werd ook steeds spirituele werken ging schrijven. Samenvattende conclusie. Uw eigen observaties, wetenschappelijk onderzoek en de leringen van de Theosophia geven aan dat er dus verschillende bewustzijnstoestanden zijn te onderscheiden tijdens het waken en slapen. En ik heb kort nog even voor de pauze alles wat we nu bekeken hebben samengevat. Waarom zouden we ons hiermee bezighouden? Het verdiept je inzicht in de zin van het leven. Op welke bestaansgebieden kun je ervaring opdoen? Er zijn verschillende gebieden van bestaan. En daar hebben wij ons bestaan op, omdat wij als mensen ook samengestelde, gelaagde wezens zijn. En afhankelijk van hoe nauwkeurig je wil kijken, kun je uitgaan van een driedeling, of je kunt uitgaan van een zevendeling, of alles wat daartussen zit. En dat kun je ook voor een deel zelf proberen te onderzoeken, bijvoorbeeld via die processen van de slaap. Die laatste conclusie die heb ik net genoemd. Dus dit is het gedeelte van wat ik voor de pauze met u heb besproken. Na de pauze gaan we ons dus verdiepen in de analogie van deze processen met die van de dood en het sterven. En nu is het woord aan u om over het eerste gedeelte vragen te stellen. Wat is een kaleidoscoop? Een kaleidoscoop, dat is een overzichtelijk geheel. Dus als je een kaleidoscopisch overzicht, dat wordt gebruikt, is van de dag, is dat je een beetje denkt van nou, ik ben vanochtend opgestaan.
naar mijn werk gegaan, wie heb ik ontmoet, welke gesprekken. Dus dat je een beetje een overview van de dag hebt, wat er gebeurd is. En dan denk ik van, nou, dit ging eigenlijk wel goed, dat had beter gekund, op die manier. Het hoeft niet even van de dag te zijn, het kan ook voor je leven zijn, toch? Nou ja, als je natuurlijk s'avonds een overzicht probeert te hebben van de afgelopen dag, dan is dat natuurlijk alleen maar de afgelopen dag. Maar je kunt het ook bijvoorbeeld in de context plaatsen van ja, deze dag was eigenlijk wel typisch voor de hele week of voor de hele maand. En dat je dat overzicht steeds verder uitbreidt om een beetje verbanden te gaan zien. Ja. Nee? Zogenaamde nachtmerrie waar mensen dan mee te maken hebben, mee wakker worden, is dat het dan een soort van niet loskomen van dat gebied? Ja, ja, dat is een typisch voorbeeld van zo'n droomslaap. Waarbij we zoveel energie hebben gestoken in al die dingen die ons emotioneel aangrijpen bijvoorbeeld. En waar we zo mee bezig zijn. En de karakteristiek van die droomslaap is, zeker als het om dat soort emotionele dingen gaat, zodanig dat we aan één stuk door, zeg maar, steeds maar dat ook blijven herhalen. En op een manier die zeker in die droomslaap helemaal buiten onze greep ligt, want het is in feite een soort van batterij die leegloopt van al die dingen waar we continu maar energie in hebben gestoken. En die dus op een ongecontroleerde manier leegloopt. En die ons eigenlijk helemaal onder de voet doet lopen. En dan noemen we dat een nachtmerrie als het niet fijn is, omdat we eigenlijk er zo weinig greep op hebben om dat te laten stoppen, dat we erdoor overweldigd worden in ons bewustzijn als we in die toestand verkeren. En het heeft vooral, en dat is het wat het zo onprettig maakt, ook heel erg het karakter van herhaling. En die herhaling vindt plaats omdat we er in het dagelijks leven zoveel energie in hebben gestoken dat we die ideeën of die emoties zijn geworden. En dat ontlaat zich als het ware tijdens die droomslaap die tot een nachtmerrie verwoordt. Gebouwde spanningen en elektriciteit. Ja, ja, ja. Kijk, en als je overdag bij in je waakbewustzijn bent, dan kun je dat, omdat je dan actief eigenlijk je kunt schakelen tussen het mentale en het stoffelijke en het emotionele, kun je er eventueel jezelf daarbovenuit tillen, maar in zo'n droomslaaptoestand heb je daar, zijn dat een soort van automatische processen die te vergelijken zijn met het leeglopen van een soort batterij waarin al die dingen zijn opgetast. Ja. En waar je vervolgens ook de mogelijkheid krijgt om weer op te laden, zeg maar. Nou ja, als je dus de volgende dag weer verder gaat met gericht te zijn op diezelfde emoties, dan laad je die batterij weer op en dan heb je een vlotte kans dat de volgende nacht je weer een nachtmerrie krijgt. Ja, omdat je dan weer daar voeding aan geeft. Het gebied zou dat zou een soort van, als je alleen het leven loopt met emotionele spanning, dat je dan in je droomloze slaap een soort van gevuld wordt met kinetische energie voor de volgende dag. Nou ja, kijk, als je inderdaad daarna een droomloze slaap hebt waarin je als het ware in je bewustzijn stijgt naar dat hogere niveau van wat ik in dat schema heb laten zien van de reïncarnerende ego, en eigenlijk nog een vleugje van de inzichten van dat niveau mee kunt nemen en inziet van ja, maar ik ben ook helemaal fout bezig, dan kan dat helpen om te voorkomen dat je die volgende dag of dagen die emotionele batterij aan het opladen bent en denkt van afstand nemen, toeschouwer zijn, wijs worden. En als je dat de voorkeur, als je dat prioriteit laat krijgen, dan ben je bezig om eigenlijk dat proces van die emotionele gerichtheid af te bouwen en wijzer te worden en gewoon het allemaal onder de invloed van je eigen reden en inzicht te brengen, waardoor je de situatie anders aan gaat vliegen. Mensen die pieken hebben dat ook heel erg, toch? Die komen maar hetzelfde, maar wanneer zijn ze blijven steken bij een bepaald machteloosheid en een probleem. Ja, als ze geen mogelijkheid zien om hun situatie te veranderen op een manier die ze kunnen hanteren, dan kun je daarin blijven hangen. Dat overkomt iedereen wel eens. Ja. Maar dat heeft dan als effect, als je daar niet
jezelf uit kunt tillen en eigenlijk niet de wijsheid van die droomloze slaap als het ware kunt activeren en kunt toepassen, dat je dus een tijdje blijft hangen als het ware in de emoties en ja, dan heb je dat je vaker dat soort vervelende dromen kunt hebben. Dus ontspanning en goed slapen is voor die mensen dan? Nou ja, dat is ook wat ik eigenlijk heb geprobeerd te laten zien, wat uit dat wetenschappelijk onderzoek heel duidelijk naar voren is gekomen. Dat als je nou student bent en je wil je studeert voor een bepaald vak en je wil een optimaal resultaat halen, dus zowel als het gaat om intellectueel te presteren of vooral inzichtelijk je vak te bestuderen, dan is het dus ergens een soort optimale balans tussen behoorlijk hard mentaal werken aan de stof om die onder de pet te krijgen. Maar als je dus tot diep in de nacht doorgaat en te weinig rust krijgt, dan is dat suboptimaal, omdat dat verwerkingsproces wat 's nachts gebeurt tijdens die droomslaap en tijdens die droomloze slaap, dat krijgt dan minder de kans, waardoor je eigenlijk niet optimaal bezig bent. En dat is heel duidelijk uit het onderzoek gekomen. Als het opgenomen kennis, dan kan er niet op de harde schijf worden gezet. Nou ja, het gaat niet zozeer alleen om die kennis op te slaan op de harde schijf, maar het gaat vooral om eigenlijk de inzichten eruit te halen, zodanig dat je het vak gaat doorzien. Ja. Het is net als met dat spelletje, als je doorziet wat een goede strategie is, dan word je er steeds beter in dan wanneer je een beetje maar wat zit te proberen. Ja. En daar gaat het eigenlijk om. En dat geldt ook voor dat voorbeeld van iemand met zo'n nachtmerrie. Als die gaat doorzien in wat voor situatie die zit en wat de oorzaken zijn, dan zal die veel meer gaan denken van ik moet de oorzaken wegnemen, zodat die emoties niet meer ontstaan. Ja? Heeft dat onderzoek ook lichaamsbeweging? Nou, wat gebeurde tijdens die droomloze slaap, dan schijnt het lichaam op momenten een snel ooglidbeweging te geven. Vandaar dat in dat soort onderzoeken wordt dat de remslaap genoemd, de rapid eye movement slaap. Dus er zijn ook, ja, die onderzoekers die hebben dus allerlei waarnemingen en alles maar op zitten schrijven. En dat zijn ook dingen die ze dan, maar dat is in feite een detail, maar daar kan een onderzoeker, stel dat er te onderzoeken student ergens slaapt en er staat een camera op hem omdat hij daar toestemming voor geeft, dan kun je dus zien van nou, nu is die, kun je aan de buitenkant zien, nu zit hij in zijn droomslaap, omdat dat ooglid heel snel beweegt. Dat is ook een soort logisch, maar eerst zit je in dat mentale gebied wel op orde komt, en als het op orde is, dan gaat hij daarna lichamelijk, zeg maar, toch zorgen dat hij weer... Zou kunnen, maar het zijn in feite details die niet zo te zaken doen. Het belangrijkste wat wij vanavond eigenlijk naar voren willen halen, is dat er dus studies geweest zijn naar de verschillende momenten en fasen in de slaap en dat die heel goed oplijnen met wat ik straks na de pauze zal gaan vertellen over die processen die tijdens het sterven en de dood, de toestand tussen twee levens in optreden, omdat die daar heel goed mee te vergelijken zijn. En het is ook niet zo verwonderlijk, want ja, wat ik net zei, dat slaap en een dood dus twee broeders zijn, dat is eigenlijk wel heel goed te begrijpen. En het is alleen zo dat we na slapen bij het waken weer in onszelfde lichaam terugkomen. Maar we zijn duidelijk afwezig als denkende mensen tijdens onze slaap. En het zijn dus alleen maar graduele verschillen waar je het over hebt, maar er zijn echt analoge processen aan de hand. Nee, dat was niet helemaal wat bedoeld met mijn vraag. Het ging meer ook over het voorbeeld van als een hardloper, als je aan het hardlopen bent. Ja? Dat je niet bezig bent met gedachten. Of Nou, je kunt wel met dingen bezig zijn, maar laten we het zo zeggen. Als jij een moeilijk wiskundig probleem moet oplossen, dan is het niet voor de hand liggend als je dat doet terwijl je marathon loopt. Ja, maar misschien wel als je even een uurtje gaat hardlopen en daarna kom je wel tot conclusie. Ja, maar dat is weer iets anders. Wat ik heb willen duidelijk maken is dat je over het algemeen bezig bent om je bewustzijn ofwel lichamelijk te concentreren. Als je aan het hardlopen bent, dan kom je terug en dan ben je lichamelijk, heb je het wel gehad. Je bent gedoucht, je bent heerlijk fris. Je bent fris in je denken.
En dan door die ontspanning kom je waarschijnlijk ook tot een heel goed idee. Maar dan ben je wel opeens weer mentaal gericht. En het gaat mij om dat verschil in gerichtheid van waar is je bewustzijn geconcentreerd. Als je aan het hardlopen bent op de marathon, echt op het lijf. En als je daarna uitgerust bent en je denken is verfrist, dat je dan weer mentaal heel erg bezig bent. Dat is dat onderscheid. En dat kunt u voor uzelf heel goed nagaan. En dat is een aanknopingspunt wat ik heb willen geven om te laten zien dat de mens dus gelaagd is. Dat ons bewustzijn, onze concentratie, die kan zich dus op verschillende niveaus bevinden. En dat kun je ook heel goed bij jezelf vaststellen. Meneer? Hoe vertalen die bewustzijnsgebieden zich eigenlijk tegenover de fases van slaap? Dat ga ik zo laten zien. Ik kan het nu laten zien, maar als u het niet erg vindt, stel ik dat uit, want dan laat ik dat schema nog een keer zien. En die hebben inderdaad een hele goede correspondentie. En dat ga ik zo behandelen. Dus vandaar dat ik eerst het slapenproces heb behandeld. Omdat je daar wat aanknopingspunten hebt voor jezelf, terwijl je hier in het leven bent, om onderzoek te doen naar de processen van de dood. Door gewoon een beetje te kijken of je dingen kunt oppikken die in die slaapprocessen plaatsvinden. Omdat die naar analogie ook tijdens die processen van het sterven en de dood plaatsvinden. En dat schema zal ik na de pauze aan u laten zien. Goed. Nog één vraag en dan gaan we denk ik even pauzeren. Het diepste kern ontwikkelt steeds. Is het enigszins aan te geven wat het diepste kern inhoudt? Nou, ik heb dat schema laten zien dat het hoogste deel van het geestelijke deel, dus het onvergankelijk deel van de mens, dat het goddelijk deel is, Atman. Dat is onze diepste kern, als we het over menselijke wezens hebben. En dat is een weerspiegeling eigenlijk van het grenzeloze leven, heb ik gezegd. Dat is onze schakel, onze koppeling met dat grenzeloze leven. En dat ontwikkelt steeds. Dat is onze diepste kern. Waar wij proberen onszelf zo te ontwikkelen dat lerende deel, de ziel heb ik het lerende deel genoemd. Ik kan even het plaatje terughalen. Dus wat we aan het doen zijn, dit is het lerende deel van de mens. We zijn aan het proberen om als het ware dat zielendeel van ons zo in kwaliteit te verhogen dat we steeds meer van deze beginselen van bewustzijn tot ontplooiing gaan brengen, tot we uiteindelijk dit ons allemaal vermeesterd hebben en uiteindelijk ook dit, het goddelijke beginsel, hebben ontwikkeld en we uiteindelijk dus deze cirkel gaan laten samenvallen met deze cirkel. Dat is het idee. Dus de ziel ontwikkelt eigenlijk. Ja, is de ziel, de lerende mens, zeg maar. In de driedeling hebben we een lichaam, we hebben een ziel wat het lerende deel is en een geestelijke kern die onvergankelijk is. Dus dit was er, is er en zal er altijd zijn. En we zijn bezig om dat zielendeel, dat lerende deel, van de kwaliteit te laten worden van dat geestelijk deel. Om in deze termen te spreken. En de manas, die ontwikkelt niet? Jawel. Jawel, het is dus eerst zo dat we nog bezig zijn om dit gedeelte, manas, denkvermogen, dat hoger deel, dat zijn we al een beetje aan het ontwikkelen. En als we dat helemaal ontwikkeld hebben, dan hebben we al iets. Als we dat helemaal ontwikkeld hebben, dan hebben we al een element ontwikkeld van dat geestelijk deel, dat reïncarnerende deel, wat dus blijvend is. En als we dat helemaal ontwikkeld hebben en daar zelf bewust in zijn, dan zijn we in feite al op het pad getreden van onsterfelijkheid. Omdat dat een vermogen is, zoals die meesters van wijsheid en mededogen dat hebben ontwikkeld. Waarbij we dus tijdens de processen van het sterven en de dood ons bewustzijn niet verliezen. Omdat we via die manas dus al die processen kunnen waarnemen. En vervolgens is er nog een hoger vermogen mogelijk, namelijk het geestelijk en het goddelijk vermogen. En dat is dan de volgende stap om dat te gaan ontwikkelen.
En als we dat ontwikkeld hebben, dan worden we dus godmensen of boeddha's. Dus plastisch gesproken als beeld, onze opdracht is om deze cirkel van de lerende mens te gaan verheffen tot het niveau en laten samenvallen met de cirkel van de geest, het onvergankelijk deel van onze natuur. We zitten in een bepaalde fase van ontwikkeling, hè? In een bepaalde groep klas, per stellen, dus in de vierde klas. Lopen we nou synchroon met ons? Zitten we op schema? Zitten we op schema, ja. Nou, daar kun je verschillend over denken. Ik, in verband met de tijd wil ik het even heel kort beantwoorden, omdat we anders ontzettend uit de tijd gaan lopen, denk ik. Deze vermogens die wij aan het ontwikkelen zijn, hè, we zijn bezig om begeerte te ontwikkelen en ons denkvermogen zijn we aan het ontwikkelen. Als u kijkt waar we nu zitten en waar we hadden kunnen zijn, zegt dokter de Brucker, dan hadden we al verder kunnen zijn als we niet zozeer gericht blijven op het begeerte denken en met name het gedeelte wat persoonlijk gericht begeerte denken. En we hadden dus als mens al verder kunnen zijn in het ontwikkelen van ons denken en met name die bovenpersoonlijke, meer idealistisch gerichte aspecten van ons denken. Dus we hadden verder kunnen zijn dan we nu zijn. Dat is wat er over te zeggen is. Oké. Dus lopen we niet op schema. Lopen we eigenlijk een beetje achter. Hè? Nou ja, het is maar net waar je het mee vergelijkt, maar ik probeer in te spelen op uw vraag. Hè. Er was meer ontwikkeling mogelijk geweest. Ja, maar we kregen toch die spurt al van de maandse poetra's eigenlijk, die ons geholpen heeft om te zeggen waar. Ja, dat is weer een ander facet, dat we bij de start van de ontwikkeling een impuls hebben gekregen om eerder dan misschien zonder hulp van buitenaf het denkvermogen 18,5 miljoen jaar geleden is opgestart of door prikkeling van de zonen van het denkvermogen, de Manasaputra's, is er dus een impuls gegeven om sneller dan zonder die hulp dat denkvermogen op te starten. Dus daar hebben we een impuls meegekregen door hulp van andere hoogontwikkelde wezens om dat denkvermogen op te starten. Maar in die ontwikkeling hadden wij zelf ook al weer verder kunnen zijn. Dus is het al verstandig om nu in de pauze te gaan? Ja, ik heb het net al voorgesteld, maar ik geloof dat we nu echt moeten stoppen. We gaan pauzeren. Dames en heren, we gaan verder. We gaan ons nu dus bezighouden met de vraag: wat is er bekend over die verborgen processen van de dood en dat proces van reïncarnatie? Zoals ik voor de pauze al zei, is er dus een analogie tussen de processen van de slaap en de processen van de sterven en de dood. En dat is dus een belangrijke invalshoek om voor jezelf te pogen daar af en toe wel wat te onderzoeken. En ik zal u nu een schema laten zien waar eigenlijk voor de pauze al even naar werd gevraagd. En dat wil ik even kort met u doorlopen, omdat ik zeg maar in dit gedeelte die onderste balk ga behandelen. Voor de pauze heb ik de tijdvolgorde van die verschillende slaaptoestanden laten zien. En u ziet dat daaronder staat ook een balk waarin de fase van de dood staat. Het begint met leven. De overgangsfase van het sterven, de eerste dood staat daarbij, dat ga ik zo allemaal uitleggen. Dan staat er een correspondentie tussen de droomslaap en kama loka, dat is een bepaalde toestand van bewustzijn waarin je komt na het overlijden. En het karakter daarvan is heel erg het herhalen van gedachten uit je voorbijgegaande leven. Dan is er weer een overgangsfase met de tweede dood, die zal ik zo ook uitleggen. En dan komt er een fase die correspondeert met de droomloze slaap
En die wordt Devachan genoemd. Dat betekent land van de goden. Dus dat is een hogere toestand van bewustzijn. Dan is er weer een overgangsfase. Weer een fase van Kama Loka, hetzelfde als dit. En vervolgens start dat proces van reïncarnatie en uiteindelijk weer geboorte. En je ziet dus dat de fase van de slaap corresponderen met de fase van de dood. Tussen twee levens. Nou, dat gaan we nu verder uitwerken. In feite is het zo dat die processen van het sterven en de dood, dat daar in onze samenleving heel weinig over bekend is. Vorige week heb ik dat onderzoek genoemd van Pim van Lommel naar die bijna doodervaringen. En de conclusie die van Lommel dus trok, was dat het bewustzijn van de mens uiteindelijk niet gelokaliseerd is in de hersenen, maar zich buiten het lichaam bevindt. En die conclusie van Lommel is ook volkomen in lijn met de Theosophia, omdat het bewustzijn dus meerdere niveaus kent, zoals ik net met dat schema heb laten zien. De start van het proces van het sterven is in feite dat het de gerichtheid van het bewustzijn van de mens al bij zijn leven begint te verschuiven naar de meer spirituele, innerlijke gebieden. Dus men wordt meer beschouwend, men gaat meer de verbanden zien in het leven, men gaat meer de oorzakelijke kant van het leven zien. Mildheid, vergevingsgezindheid, dat zijn allemaal aspecten die uit die bewustzijnstoestand voorkomen. U kent misschien de Franse uitdrukking wel, tout comprendre et tout pardonner, alles begrijpen. Dus als je het inzicht krijgt, is alles vergeven. Dus die mensen worden ook heel vergevingsgezind. Wat gebeurt er nu? En ik ga nu over op een andere afbeelding die wij in stappen zullen opbouwen, die we ook een keer hebben gebruikt in ons symposium over reïncarnatie. Dit schema is in ieder geval wel een aardig schema om te onthouden of te herinneren. We gaan een cirkel opbouwen om die cirkel van reïncarnatie voor u te laten zien. En u ziet in feite dat er hier drie gebieden zijn. Dus dit onderste gebied is het uiterlijk gebied, het stoffelijk gebied. Dan komt er een ander gebied, dat heet het astraal gebied. En vervolgens is hier het geestelijk gebied. En het begint dus met de verschuiving van de gerichtheid in ons bewustzijn naar de meer innerlijke werelden. En wat gebeurt er nadat de ademhaling en het hart gestopt zijn? De zogenaamde fysieke of de eerste dood. Dan gaat dat stoffelijk lichaam gaat uiteindelijk beginnen met uit elkaar te vallen. En in die eerste fase nadat het hart gestopt is met kloppen, die een aantal uren kan duren, die fase, gaat dat stervensproces door op de innerlijke gebieden. En het in het bewustzijn van de overledene vindt een terugblik plaats op het afgelopen leven. Het begint bij de vroegste kinderjaren en het eindigt bij het laatste zelfbewuste moment, vlak voor het moment van overlijden. Waarbij ook de laatste gedachten van die mens voor het overlijden ook heel erg belangrijk zijn, vooral om dat harmonieuze gedachten te laten zijn. En die terugblik van dat hele leven, die zich als een snel draaiende film aan dat bewustzijn, voor dat bewustzijn van die overleden mens afspeelt, wordt het eerste panoramisch visioen genoemd. En panoramisch, dat is net zo'n woord als kaleidoscopisch. Het is een overal beeld van wat er allemaal is gebeurd, wat die persoon allemaal heeft gedacht, hoe die in het leven heeft gestaan. Dat wordt allemaal herhaald. En wat heel belangrijk is om te beseffen, dat is dat die mens die die indrukken krijgt van dat afgelopen leven en eigenlijk een evaluatie ook doet van zijn eigen leven, dat dat gebeurt vanuit een hoger bewustzijnsniveau dan het persoonlijk bewustzijnsniveau. Het gebeurt vanuit het niveau van de reïncarnerende ego. Doordat als het ware die
dat hogere deel van de mens, die reïncarnerende ego, de persoonlijke mens overschaduwt of overstraalt, waardoor die mens verlicht wordt in zijn bewustzijn en in zijn denken. Mag ik een vraag over stellen? Ja. Nee, stel de vraag. Ja? Ja, het lijkt alsof je op het moment van overlijden alle tijd hebt. Terwijl dat natuurlijk heel plotseling kan gebeuren of heel onverwacht kan gebeuren. Dus... Ja, maar wat ik nu zeg, ja, is dus een proces wat plaatsvindt na de laatste hartenklop en men klinisch dood is verklaard. Maar het zijn processen die binnen een tijdsbestek van een aantal uren, zeg ongeveer 4 uur, nadat een arts het overlijdensmoment heeft vastgesteld, en er dus geen lichamelijke activiteit meer is, die processen vinden een aantal uren plaats na het overlijden, waarbij dus innerlijk die mens heel erg intensief bezig is met dat evaluatieproces van het afgelopen leven. Vandaar dat wij met nadruk altijd naar voren brengen dat het heel erg belangrijk dat die mens en dat afgelegde lichaam met rust gelaten wordt. Omdat ook lichamelijke aanrakingen van dat lichaam toch een verstoring in dat proces van die evaluatie en dat panoramisch visioen kan geven. En dat is ongewenst vanuit de overleden mens gezien, omdat hij rustig dat afgelopen leven moet kunnen overzien en daar als het ware de oogst uit moet halen van de leerlessen. En gun mensen leerlessen en doe dat door te zorgen dat er rust is in de kamer waar dat afgelegde lichaam ligt. En laat niet mensen daaraan op allerlei manieren bezig zijn, omdat er zo nodig kleding veranderd moet worden of wat dan ook. Heb de discussie vooraf om te proberen die situatie optimaal te laten zijn. En dat kan met familie of betrokkenen die helemaal niet van dit soort gedachten uitgaan, soms nog wel eens een aardige gedachtenwisseling opleveren. Want ja, waarom zou je dat met rust moeten laten? Nou, in het belang van degene die is overleden is er veel voor te zeggen om nou te zeggen van ja, wat maakt het uit als iemand daar wat langer met rust ligt? Omdat die innerlijke processen dus plaatsvinden. En dan zijn pogingen tot reanimatie via zijn onhandige activiteit. Ik heb zojuist gezegd, nadat een arts de dood heeft vastgesteld. En daar zijn protocollen voor in ons land. En dat wil niet zeggen dat er een keer wat misgaat, maar dat is toch wel heel uitzonderlijk volgens mij. Kan ik even verder? Ja? Die vanuit dat verlichte bewustzijn van het niveau van de reïncarnerende ego ziet dus die mens die is overleden alles wat er gebeurd is en die ziet de rechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid misschien van zijn eigen handelen. Dus die stelt als een buitenstaander vast, die zit naar zijn eigen levensfilm te kijken en stelt daarvan de rechtvaardigheid vast. En dat verwerkt hij in zijn eigen bewustzijn. En soms is het zelfs mogelijk om ze de verbanden te leggen met de levens daarvoor. Om te laten zien, ja, dit is rechtvaardig wat er gebeurd is. En hij ziet ook al wat het effect zal zijn op zijn toekomstige levens. Van wat hij dus heeft verricht. En die stroom van bewustzijn is na dit panoramisch visioen definitief uit het lichaam vertrokken, waardoor de dood dus in feite volledig is. En vervolgens is er sprake van een totale onzelfbewustheid. Want net zoals we niet zelfbewust in slaap vallen, en je kunt proberen om te wachten tot je in slaap valt, maar dat moment dat komt met de knip van de vingers. En zo sterven wij op dit moment ook nog niet zelfbewust. Dat proces vindt plaats bij alle mensen, dus ook bij mensen die bijvoorbeeld geestelijk gehandicapt zijn geweest tijdens hun afgelopen leven. Dus die hebben ook een panoramisch visioen. Want er is wel de nodige levenservaring opgedaan. Bij een kind wat heel jong overlijdt, en dat heb ik vorige week al even kort aangestipt, is er dus nog weinig levenservaring, is er dus ook weinig
film te bekijken, zo gezegd, en flitst dat heel snel voorbij. Er is dus een analogie te zien met dat proces van de slaap, als we inderdaad doen wat Pythagoras ons aanbevolen heeft, namelijk door terug te kijken naar de afgelopen dag, om te kijken van wat ging er goed en wat ging er fout. Nou, wat gebeurt er na de dood van het lichaam op die verschillende bewustzijnsgebieden? De persoonlijke mens en zijn lagere delen komen nu in een toestand te verkeren die wordt aangeduid met kama loka. Kama is begeerte en loka is plaats. Dus plaats van begeerte. En dat is een toestand waarin dus de levensenergie die is opgebouwd verder wordt uitgewerkt in de zin van een herhaling nogmaals van allerlei gebeurtenissen waar heel veel aandacht aan is besteed, waar heel veel energie in is geduwd, begeerten die heel erg sterk zijn geweest in het leven. En dat proces tijdens die toestand van kama loka heeft in hoge mate het karakter van een soort automatische herhaling die continu plaatsvindt, totdat de energie die gestopt is in ideeën, zeg maar, die gericht zijn op de uiterlijke wereld, als het ware is uitgeraasd. Want op dit moment zijn wij in dit evolutiestadium heel erg gericht op ja, het heen en weer vliegen op deze uiterlijke wereld en bezig zijn met de waan van de dag. En dat wordt dus in die toestand van kama loka opnieuw afgewerkt totdat wij op het punt komen dat we als het ware ook daarvan zien, net als dat in die processen van de droomslaap plaatsvindt, dat we een scheiding maken van nou, nuttige dingen, lessen geleerd en dingen waarvan we zeggen, ah, dat is helemaal niet belangrijk geweest. Dus we gaan eigenlijk een scheiding maken van lessen die we mee willen nemen en de dingen waarvan we zeggen, nou, dat is eigenlijk allemaal futiliteit geweest. De duur en de aard van die kamalokische toestand wordt bepaald door de gerichtheid van de mens zelf. Is die altijd gericht geweest op die lagere kant van de natuur, succes hebben in het leven, rijkdom vergaren en dat soort dingen, dan zal daar relatief lang in die toestand vertoefd worden. Maar is het iemand die eigenlijk altijd heel idealistisch is geweest, vooral ethiek belangrijk heeft gevonden en altijd zwaar zijn verantwoordelijkheden heeft genomen, dan flitst die als het ware zonder veel besef daarvan heel snel door die toestand van kama loka heen, om zeg maar zijn lessen als het ware heel snel helder te hebben en gaat hij eigenlijk door naar het moment wat door de apostel Paulus in zijn geschriften aangeduid wordt met het moment van de zogenaamde tweede dood. Dat wil zeggen dat alles wat te maken heeft met die begeerters en met die op de het dagelijks leven gerichte denken, dat wordt dan als het ware afgeworpen en achtergelaten. En volgt er nog een tweede panoramisch visioen plaats, wat minder intensief is dan het eerste panoramisch visioen. En dat menselijk bewustzijn overgaat naar een toestand die aangeduid wordt met Devachan. Dat is een Devachan, letterlijk vertaald betekent land van de goden. Het is een toestand van innerlijke rust en vrede, waarbij er een enorme focus is van op alle gelukkige ervaringen van het afgelopen leven en van de idealen die zijn nagestreefd en alle aspiraties. En dat bewustzijn richt zich dus op hoe die idealen en al die aspiraties zouden zijn geweest als hij die helemaal verder uit had kunnen spinnen in het leven. En daar wordt geweldig over bij stilgestaan. En als het ware worden al die idealen en hoe het anders een ideale had kunnen zijn ingeweven in het bewustzijn, in het karakter van die mens die dus in die devachanische toestand verkeert.
En de duur van die periode in Devachan, die is per individuele mens dus verschillend. Er is wel een soort van vuistregel voor die je globaal zou kunnen toepassen. Maar hij kan dus heel sterk variëren. Dat heb ik vorige week ook al even kort gezegd. Er is een vuistregel voor dat hij ongeveer 100 keer de levensduur is van het afgelopen leven. Maar er zijn hele grote afwijkingen op mogelijk. Want mensen die altijd heel erg gericht geweest zijn op het materiële, die hebben heel weinig te verwerken in die toestand van Devachan. En die zullen ook sneller terugkomen in de wereld. Anderzijds zijn er ook mensen die een ideaal hebben opgebouwd om te werken voor de mensheid. En die eigenlijk heel veel idealen hebben die ze zouden kunnen verwerken, maar die tegelijkertijd zozeer de wens hebben opgebouwd om zo snel mogelijk weer te reïncarneren om te werken voor de mensheid, dat ook die de neiging hebben om sneller terug te komen. Voor de mensheid als geheel is in de afgelopen duizenden jaren de gemiddelde leeftijd niet hoger geweest dan 15 tot 20 jaar over alle mensen gezien. En vandaar dat er ook wel gezegd wordt dat een heleboel mensen als groepen weder reïncarneren na ongeveer 15 tot 2000 jaar. Dus dat heeft te maken met die duimregel van die factor 100. Maar u ziet dat wij nu in een periode leven dat we dus veel ouder worden. En dan zou je kunnen zeggen dat die tussenliggende periode ook zeg maar wat langer zal gaan worden. Nou, hoe dan ook, getallen zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat vooral om de kwaliteit van de processen die plaatsvinden. Want het proces wat plaatsvond aan het eind van het leven, dat mensen eigenlijk verlangen naar meer geestelijke werelden, of eigenlijk het hier ook wel gezien hebben, die maakt dat mensen dus uiteindelijk overlijden. En hetzelfde proces, innerlijk gezien, vindt ook weer plaats als mensen in die devachanische toestand lange tijd bezig zijn geweest om die idealen als het ware verder uit te spinnen en te verinnerlijken. En er op een gegeven moment weer een verlangen komt om die idealen in de praktijk te gaan brengen. En er dus eigenlijk weer aspiraties komen om in de wereld actief te gaan worden. En zo begint de aantrekkingskracht naar het leven dus weer op te bouwen en begint vanuit het innerlijk van het bewustzijn van die mensen er weer een straal van bewustzijn als het ware uitgezonden te worden naar meer lagere gebieden. En dat begint dan weer bij, het komt dan eerst weer bij die gebieden van Kamaloka uit, waar die door het proces van emanatie weer bepaalde klederen als het ware, voertuigen worden opgebouwd die nodig zijn om uiteindelijk ook weer het contact met de stoffelijke wereld te maken. En dat proces van de opbouw van al die lichamen of al die beginselen van bewustzijn, zoals ik die in dat plaatje voor de pauze heb laten zien, die worden dus stuk voor stuk weer opgepakt. Dat worden in Oosterse termen de skanda's genoemd. Dus dat zijn eigenlijk de materie en de gewoonten die we hebben opgebouwd in voorgaande levens, die worden weer aangetrokken. Totdat er uiteindelijk ook weer een klik plaatsvindt met een ouder paar, waar door aantrekking als het ware een verbinding mee tot stand wordt gebracht. En er ook door middel van bevruchting van een eicel er uiteindelijk een embryonale ontwikkeling van een mens weer wordt opgebouwd op het stoffelijk gebied. En voordat die mens dat proces van die incarnatie ingaat, is er nog weer een panoramisch visioen wat een vooruitblik geeft op het komende leven. Dus dat is het derde panoramisch visioen, waarbij er teruggeblikt en vooruitgeblikt wordt op hoofdlijnen van wat het komend leven de mens zal gaan brengen.
En die mens die ziet dus op dat moment ook weer vanuit die hogere toestand van die reïncarnerende eigen, althans van de kwaliteit van dat bewustzijn, ziet de rechtvaardigheid van wat hij gaat meemaken in zijn toekomstige leven. En dan wordt er na 9 maanden op een gegeven moment weer een mensenkind geboren. En precies zoals in dat onderzoek van die onderzoeker Stickhold, die studenten weer wakker worden als ze zo'n droomloze slaap hebben gehad en verfrist wakker worden en dat spelletje weer beter kunnen spelen, wordt er een mens geboren die een lange tijd een rustperiode heeft gehad en weer fris aan de start verschijnt en na een periode van 21 jaar weer is die die was toen hij zijn vorige lichaam verliet. Dus wat is er bekend over die verborgen processen van de dood en reïncarnatie? De Theosophia geeft gedetailleerde beschrijvingen van die verschillende processtappen en de ervaringen die het menselijk bewustzijn dus tijdens dat hele proces om zo'n hele cyclus te doorlopen, meemaakt. Ik ga naar de laatste vragen toe. Waarom vindt dat proces van reïncarnatie cyclisch plaats? Het antwoord is goed te geven als we weer die analogie in oogenschouw nemen met dat proces van het slapen. Bij de slaap zien we tijdens dat slaapproces een herstel eigenlijk vooral ook van het lichamelijk deel van onze natuur. En tijdens de periode van de dood en met name tijdens die periode van Devachan zien we eigenlijk een herstel van de innerlijke mens, de ziel van de mens, dat lerende deel, dat psychologische deel van de mens, wat dan een rustperiode doormaakt. U kunt het ook vergelijken in ons gewone leven met de jaarlijkse cyclus van een heel jaar naar school gaan of studeren en dan toch een stuk vakantie hebben of werken en vakantie hebben. Het is elke keer toch een soort opnieuw geboren worden in een volgende fase. Het is steeds afscheid nemen, sterven uit een voorgaande fase en geboren worden in een nieuwe fase. Het is het idee van continu nieuwe ronde, nieuwe kansen. En in de mythe van de oude Grieken komt dit idee ook heel sterk naar voren. Ze zeiden dat de ego bij haar afdaling uit die hogere sferen, dus uit Devachan, voordat ze op de aarde kwam, de mythische rivier de Lethe moest oversteken, de rivier van vergetelheid. En om dat water van die Lethe te drinken, de werelden uit het verleden te vergeten en om zo een verse start te maken. En dat op deze wijze de natuur mededogend is om elke keer weer een nieuwe kans te vatten om een nieuw leven op een goede wijze in te vullen. Dus waarom vindt dat proces van reïncarnatie cyclisch plaats? Dat is omdat we perioden hebben waarbij we in ons bewustzijn actief gericht bezig willen zijn in een lichaam. En dat er ook fasen zijn waarbij we de passiviteit zoeken om dingen te verwerken, te verinnerlijken. En dat wisselt elkaar af zoals we ook overdag waken en 's nachts slapen. Ten slotte de laatste vraag. Welke praktische en ethische consequenties zijn er van het wel of niet handelen in overeenstemming met die verborgen processen van reïncarnatie en karma? Wel, wij denken dat er toch wel een groot belang is om kennis en inzicht op te bouwen over die processen van het sterven en de dood en reïncarnatie. Vanwege de praktische consequenties die te verbinden zijn aan dat inzicht. Want als je daar toch een beetje een redelijk beeld van hebt, dan
kun je daar om te beginnen proberen meer inzicht in te krijgen door wat je meemaakt met familie bijvoorbeeld. En daar een scherper beeld van probeert te krijgen. Waardoor je eigenlijk ook veel minder bezig bent met gevoelens van angst bijvoorbeeld. Maar ook dat je zou kunnen beseffen, omdat al die processen plaatsvinden in ons innerlijk bewustzijn, dat er niks gebeurt wat vreemd is voor jezelf. Omdat het allemaal zich in je eigen bewustzijn afspeelt en daar ben je gewoon goed bekend mee. Er gebeuren alleen maar dingen die te maken hebben met jezelf. Het geeft ook mogelijkheden om vanuit een rustig gemoed en met een helder beeld voor ogen andere ondersteuning te geven die door dit soort fasen heen gaan, bijvoorbeeld tijdens de processen van het sterven. Maar tegelijkertijd geeft het ook inzichten om te beseffen dat als iemand geboren wordt, die dus een hele historie achter zich heeft, en je dus rekening zou moeten houden met de bagage die iemand al bij zich heeft, ook al is die net geboren. En bovendien denken wij dat die ethische vraagstukken die zich dus rond het einde van een leven voordoet en de processen van het sterven, dat die dat kennis daarover ook heel behulpzaam is om voor jezelf afwegingen te maken wat je doet in sommige situaties. Deze week is in Nederland de week van de donorweek. Heel veel, als je op internet zit, dan keer op keer krijg je allemaal reclame daarover. En het wordt dus heel erg aanbevolen om je wensen of je visie daarover te registreren. Het wordt heel expliciet ook aanbevolen om donor te worden. In de lezingenserie, na deze lezingenserie, wordt heel nadrukkelijk op dit soort onderwerpen ingezoomd, wat daar de verschillende facetten van zijn. Dus als u daar wat meer over wil weten, kan ik u van harte aanbevelen om naar de lezingenserie te gaan die de titel heeft. Even kijken. Je eigen verantwoordelijkheid voor leven en dood. Ik had hem even niet helder, de titel. Goed. Ik hoop dat het een beetje u bewust maakt van het feit dat wij daar grote verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden zelf in hebben. Dus dat is ook zeg maar mijn conclusie bij deze vraag. De leer van reïncarnatie en karma draagt bij aan je inzicht in de zin van het leven en de lessen die je kunt leren en ook de keuzes die je dus zelf kunt maken. Nou, dan ben ik aan het eind van deze avond gekomen en ik heb dit voor de pauze als samenvatting laten zien toen we het hadden over die processen van de slaap. Dus dat de wetenschappelijke studies daar al meer licht op hebben geworpen en dat die ook heel goed aansluiten bij die ideeën die de Theosophia daarover geeft. En na de pauze hebben we dus gezegd dat de Theosophia ook heel veel kennis aanreikt die bij menselijke wezens vandaan komt, die inmiddels zover zijn gekomen dat ze die bewuste, die processen van het sterven en de dood bewust konden gaan, waardoor ze ons daar heel veel informatie over hebben kunnen verstrekken, waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Waarom vindt dat proces van reïncarnatie cyclisch plaats? Omdat wij, net als overal in de natuur, cyclisch actief zijn en cyclisch passief zijn en ons terugtrekken. En dat kennis over dit soort processen je heel veel brengt voor jezelf, omdat je gewoon eigenlijk door het leven heen gaat op een hele natuurlijke manier en je begrijpt dat die processen van dat cyclisch aanwezig zijn en cyclisch afwezig zijn in het leven gewoon een heel natuurlijk proces is. Niks bijzonders. En dat je vanuit die wetenschap ook andere mensen veel beter kunt steunen die eigenlijk die visie nog niet zo ontwikkeld hebben en die daar soms bang voor zijn en niet weten wat er gaat gebeuren. Dus het is ook heel goed om zo je medemensen te helpen vanuit dit soort kennis. Volgende week zullen wij dus
erop ingaan dat die gedachte van reïncarnatie ook eigenlijk in alle tradities in de wereld wel bekend is geweest, gedurende een deel van het actief zijn van die tradities en soms naar de achtergrond is geraakt. Dus dat is de lezing over waar vind je reïncarnatie in de heilige boeken. En daar zullen we ons volgende week dus in gaan verdiepen. En ik wil nu eigenlijk het laatste gedeelte van deze avond beginnen. En dat is de vragen die er nu nog leven. Er was nog een vraag over het moment waar we nu staan qua evolutie als mensheid. Maar misschien wil ik eerst even de voorrang geven aan vragen over het tweede gedeelte van de lezing, voordat ik daar even op inga. Eerst hebben we die meneer, en dan nu. Ja, u. Met name als iemand in een droomloze slaap zit, vind ik het dan opmerkelijk van hoe kan je diegene dan toch wakker krijgen, dat hij zo hoog zit, als je aan zijn lichaam zit of wat dan ook, of er moet toch iets zijn, want normaal zo kom je daar niet bij dan toch, als je van beneden af zeg maar, ja, kijk, prikkels opgeeft. Dan... Het is natuurlijk wel zo dat er is nog een verbinding in dat bewustzijn, die gaat van, ook al is dat bewustzijn innerlijk teruggetrokken tot aan de hoogte van die droomloze slaap, op dat niveau van die reïncarnerende ego, op het moment dat wij schudden aan dat lichaam, dan is het wel zo dat op een gegeven moment er toch door de verbinding die er is tussen dat bewustzijn innerlijk teruggetrokken en dat lichaam wat hier nog ligt, want de mens is dus een samengesteld wezen, dus dat lichaam waar hij normaal gebruik van maakt, dat is ook nog in stand. En dan is het toch zo dat die verbinding razendsnel gelegd wordt en de mens met zijn bewustzijn toch weer terugkomt naar dat uiterlijk gebied. En dat gaat, zeg maar, met de snelheid van het licht, bij wijze van spreken. Dus dat kan wel heel snel plaatsvinden. Het zijn natuurlijk instinctieve processen die je dan hebt. Je hartslag, je ademhaling, je leven. Het kan ook zijn dat er iets is dat daarboven nog actief is, toch? Dat zelf een sturing op, toch? Dus... Dat lichaam is een wezen op zichzelf, waar wij gebruik van maken. Want het is een levend wezen op zichzelf. Ja, maar die hartslag en die ademhaling, dat denk ik misschien wel tot iets hogers. Als onszelf maar aangestuurd, toch? Of het hoger onszelf. Laten we zo zeggen, er is natuurlijk een koppeling tussen dat innerlijke bewustzijn van die mens en dat bewustzijn wat het lichaam heeft. Maar het is bekend, ook bij de wetenschap, dat het hart bijvoorbeeld een eigen bewustzijn heeft, een eigen intelligentie. Wat van hogere kwaliteit is misschien wel als van jezelf bevindt, of in je droomloos. Daar is ook nog wel misschien wat over te zeggen, maar laten we het even algemeen houden. De mens is een samengesteld wezen en het lichaam is een wezen op zichzelf waar het menselijk bewustzijn gebruik van maakt, zoals ik straks als ik hier wegga in mijn auto stap en naar huis rij. Ja. Als voertuig, in een voertuig. En tijdens dat proces van die slaap zijn we afwezig, een bordje afwezig. Het lichaam ligt er en dat, omdat het een eigen levend wezen is, functioneert alles op een bepaalde manier. Maar wij zijn even niet thuis. Maar op het moment dat iemand ons wakker schudt, dan wordt er razendsnel een verbinding gelegd tussen de mens die eerst op dat hogere gebied zat en die komt dus... Ja. Bliksemsnel, ja, komt hij terug en is die weer, neemt hij weer plaats in zijn lichaam. Ja. Dat is eigenlijk het proces. Waarschijnlijk omdat het lichaam dan toch intact, toch als er iets dreigt of zo aan de buitenkant, dat toch dan daarop te reageren, toch? Ja, er is een verbinding, er wordt op een piepknop gedrukt, bewustzijn komt terug. Dus ja. Die verbinding is nog zo sterk dat er onmiddellijk actie plaatsvindt. Ja. Het kan soms ook wel moeilijk zijn om iemand wakker te maken trouwens. Ja. Omdat iemand zo diep slaapt en dat het dus wat langer duurt dan met een flits. Ja. Is dat dan? Diegene zal misschien ook wel denken, waar ben ik dan toch? Ja, ja. Ja, want die ja, er zit een zekere traagheid in natuurlijk. Ja. Ja? Ja? Die meneer? Ja, u heeft het, ik vind de reïncarnatie een van de allermoeilijkste dingen. Dus ik ga met meer vragen weg omdat ik gekomen ben. Dus dat is wel goed. Kijk. Maar
U heeft het over de verborgen processen, daar zit mijn vraag op. Heeft het over de verborgen processen van doodgaan. Ja. Ik maak ze heel expliciet. En dan denk ik, wat is de basis van uw kennen? Is dat, nu hanteerde de vorige keer de drie, geloof, verstand of ja. waarheidsbesef, intuïtie? Ja. Waar moet u hem zoeken? Want het lijkt alsof u het weet. Nou ja, kijk, wat ik op dit moment sta te doen is een aantal van die dingen. Kijk, ik heb geprobeerd aanknopingspunten te geven die op het vlak zitten van vertrouwen en overtuiging opbouwen. Dus dat is dat je bij jezelf kunt onderzoek doen hoe je die processen van die slaap ervaart. En dat je dus daarbij gedachten schaart van die wetenschappelijke onderzoeken die er geweest zijn. Van uit de Theosophia, die aangedragen worden door menselijke wezens waarvan gezegd wordt dat ze in staat zijn geweest om die processen van het sterven en die dood bewust mee te maken. En waarvan gezegd wordt dat ze die duizenden jaren hebben bestudeerd. Dus dat ze die niet een beetje bestudeerd hebben, maar heel langdurig, om tot het beeld te komen van wat ik u heb voorgehouden. Dus als u mij persoonlijk zou vragen, waar sta ik met mijn kennis, dan zeg ik van, ik heb bepaalde ervaringen gehad, waardoor ik kan plaatsen uit eigen ervaring hoe het zit met die processen van de slaap. Een aantal van de dingen die ik verteld heb, heb ik zelf ervaren, en een aantal van die dingen heb ik ook teruggezien bij die onderzoeken van die wetenschapper. En ik heb een aantal van die dingen teruggezien bij wat de leraren van de Theosofische beweging hebben gemeld op basis van hun onderzoekingen. En die lijnen heel aardig op, en dat is het setje van wat ik u aanbied om te overdenken. En wat uw ervaringen zijn in uw slaapprocessen, dat kan ik niet beoordelen, maar dat weet u zelf. En de andere aanknopingspunten van dat wetenschappelijk onderzoek en wat vanuit die theosofische leraren wordt gezegd. U kunt zelf kijken hoe dat voor u past, om te kijken hoe u in vertrouwen of in overtuiging verder die visie kunt uitbouwen. En die hoogste vorm van kennen, dat je dus op een gegeven moment door direct waarheidsbesef zegt van, en nu weet ik hoe het zit. Dat zijn die schaarse momenten waarbij wij op een gegeven moment denken van, ik heb op allerlei manieren gebouwd aan dat huis van die overtuiging van mij hoe het zit. Maar er zijn soms momenten dat je ineens weet van, nog veel gedetailleerder, zo zit het. En dat is iets, dat zijn momenten die zijn voor ons allemaal schaarser. Maar die momenten zijn er soms wel dat je sommige dingen opeens met een veel grotere zekerheid voor jezelf weet. Omdat je weer een ander facet ervaart of de werkelijkheid daarvan beseft, waardoor het helemaal in jezelf een innerlijke weten wordt. En dat is een globaal, een geleidelijk proces, met soms ook wel sprongen, wat soms meerdere incarnaties in beslag neemt. Dus ik denk dat al die facetten een rol spelen, en de belangrijkste slagboom om zeg maar dat helemaal een weten te laten worden, zijn wij zelf. Ja, ik snap het. Dank u wel. Goed. Over die panoramische visioen, hè? Ja. Tot drie malen toe. Ja. De derde voor de geboorte. En nu is mijn vraag, als iemand geboren wordt, kan hij nog zich herinneren wat hij bij die derde bijzonder ervaren heeft, zodat hij enigszins iets kan herstellen, corrigeren? Wat ik u net heb verhaald over dat mythische verhaal van die Grieken over dat drinken uit de rivier van vergetelheid. Ik denk dat in het algemeenheid de meeste mensen weinig besef hebben van wat dat die vooruitblik is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je in je leven zulke heldere momenten hebben die eigenlijk van het niveau zijn van die reïncarnerende ego, als je jezelf daarop richt,
dat je wel degelijk af en toe flitsen of visies kunt krijgen die wel degelijk corresponderen met die vooruitblik die je krijgt van dat derde panoramisch visioen, die vooruitblik over het leven. En dat, dat er toch een vage herkenning kan zijn van dat dit zo moest plaatsvinden of dat je dit of dat mee zou gaan maken. Dat er momenten kunnen komen van helderheid dat je denkt van ja, dit is eigenlijk zoals het de planning was, bij wijze van spreken. Ik zeg het een beetje plastisch. Maar die momenten kunnen er wel degelijk komen. En dat kan alleen maar dat die momenten komen, omdat er dus vooraf momenten geweest zijn vanuit die heldere toestand, waarin die vooruitblik plaatsvond. En die vooruitblik kon plaatsvinden omdat je vanuit die hogere toestand van bewustzijn heel inzichtelijk de oorzaak-gevolgrelatie ziet van die gebeurtenissen in het verleden en dus eigenlijk ook weet wat van de oorzaken in het verleden de gevolgen zullen zijn op hoofdlijnen in oorzakelijke termen gezien. En omdat je als het ware daar inzicht in hebt gehad in die vooruitblik, in dat panoramisch visioen voor de geboorte, heb je ook de mogelijkheid, als je dus die in de toestand bent van dat verlichte bewustzijn, om dat te gaan herkennen, omdat het iets is wat al een keer in je bewustzijn heeft plaatsgevonden. Kun je dat herkennen? En dat hoeft nog niet heel expliciet te zijn, maar dat het je vaag bekend voorkomt, zou op die manier in ieder geval ook. Ja, is dat een... Ja, dank je. Daarnaast zou ik voor mij daar... Oh, ik wil eigenlijk die meneer die achter, die had zijn hand op... Sorry, die zit precies achter u, dus... Ja. Dan ben ik ook fout dan. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je krijgt zo'n vooruitblik, waarin je vanuit dat hogere bewustzijn, dus een soort verlichte toestand, zie je van wat eigenlijk de lijn van je leven zal zijn. En qua rechtvaardigheid, zeg maar. En je kunt dus wel degelijk, door je vrije wil die je hebt, kun je continu proberen dingen, je kunt ervoor kiezen om dingen te doen die eigenlijk helemaal tegen je geweten ingaan. En dat continu doen. En dan zul je ook in dat panoramisch visioen na dat leven, zul je ook zien dat je dus eigenlijk ontzettend afgeweken bent van datgene wat je had kunnen doen. Dus de evaluatie die je dan met jezelf doet, die zal zijn van potverdorie, ik heb hier ontzettend de boot gemist. Want je ziet dan wel vanuit een verlicht deel van jezelf, kijk je heel objectief, om die termen te gebruiken, naar je eigen levensfilm. En je zult ook de logica zien met alles daarvoor. Dus je zult eigenlijk ook de verbinding kunnen leggen naar die vooruitblik over dat leven. We hebben het nu even het plan genoemd, maar dat is maar een soort van manier van woordkeuze om met elkaar deze gedachten uit te kunnen wisselen. Maar ja, je zult dan wel kunnen zeggen van nou, feedback naar jezelf, niet zo goed geslaagd. En die conclusie zul je dan ook trekken vanuit dat hogere bewustzijn wat je hebt. Maar het is natuurlijk niet zo'n goed plan om van je ethische plan af te wijken. Want omdat die vooruitblik plaatsvindt vanuit die hogere delen van jezelf, is dat natuurlijk een heel mededogende visie op het leven van hoe je je vooral netjes en harmonieus en mededogend zou behoren te dragen. Dus die wijsheid, die heb je. En het is dan ook niet goed om, als je geweten zegt van niet doen als je iets gaat doen wat eigenlijk niet zo gewetensvol is, om dat te negeren. Maar er zijn mensen, en die voorbeelden zijn er ook, die in situaties terechtkomen waarin ze zich gedwongen voelen om hun geweten te negeren. En de eerste keer hebben ze er heel erg moeilijk mee. En de tweede keer vinden ze het nog steeds vervelend. Maar gaandeweg laten ze dat gevoel los en worden ze meedogenloos. Terwijl ze dat misschien eigenlijk helemaal niet wilden. En dat zijn de mensen die bijvoorbeeld in oorlogen hebben moeten vechten, die terugkomen en die dan
PTSP-syndromen opbouwen, zoals post-traumatic stress disorder. Dus, en dat komt omdat ze eigenlijk hun innerlijke gelaagde natuur, dat die niet meer goed werkt. Ze hebben hun geweten afgeschakeld, als het ware. Min of meer bewust. En dat gaat opspelen. En ze zijn dus een verstoorde mens geworden. Dat harmonieert niet meer. Die hogere natuur en die lagere natuur zijn niet meer goed op speaking terms. En dat gaat zich wreken omdat ergens dat geweten toch opspeelt. Maar ze dat geweten hebben afgeschakeld. En dat zijn mensen die zijn te helpen. Wij hebben wat theosofische vrienden in Amerika die bijvoorbeeld als vrijwilligerswerk heel erg bezig zijn geweest om Amerikaanse soldaten die zo'n syndroom hadden opgelopen in de oorlog in Irak, om die weer te helpen om als het ware weer te herstellen daarvan. En als je die mensen goed begeleidt, is het ook mogelijk dat die mensen weer beter gaan functioneren. Maar het is natuurlijk een heel droevig en tragische situatie dat ze, doordat ze dan ook weer door karmische omstandigheden in zo'n leger terechtkomen en in zo'n oorlog, dat ze dat eigenlijk gewoon niet goed kunnen hanteren en dus helemaal daarin zich verliezen. En het zijn ook mensen die bijvoorbeeld heel erg andere mensen die bijvoorbeeld heel erg afglijden in wreedheden ten opzichte van anderen, die overkomt eigenlijk hetzelfde. En dat zijn mensen die zullen hard hun best moeten doen om in volgende levens te proberen weer op het goede spoor te komen. En dat is niet makkelijk. Niet te onderschatten. Goed. Ik zit een beetje op de klok te kijken om misschien nog even toe te komen aan die vraag van die meneer net voor de pauze, van waar staan we als mensheid en hoezo lopen we niet op schema? Ik heb u aangegeven dat die verschillende vermogens die de mens heeft, dat wij nu bezig zijn om met name het denkvermogen te ontwikkelen. En dat denkvermogen, dat ontwikkelen we door de 7 verschillende subaspecten van dat denkvermogen. En misschien kan ik dat nog even snel laten zien. Hier is het plaatje van de mens. Dat is dit schema. Het denkvermogen van de mens. Dit zijn de 7 beginselen van bewustzijn. En dit is het denkvermogen. En dat denkvermogen heeft ook weer 7 subaspecten. En die 7 subaspecten die komen overeen met die 7 beginselen, dat wil zeggen, er is een stoffelijk denkaspect, een astraal of emotioneel denkaspect, een vitaal denkaspect, een begeerte denkaspect, een intellectueel denkaspect, een geestelijk of intuïtief denkaspect en een aspect van het denken wat te maken heeft met eenheidsbesef, het beseffen van de eenheid van alles. En wij zijn bezig als mensheid om die verschillende denkaspecten te ontwikkelen en met name zit er bij dat aspect van het denken wat met begeerte te maken heeft, als het ware een soort keerpunt, wat al een paar keer tijdens de ontwikkeling van de mensheid zo'n keerpunt wat met die begeerte te maken heeft is opgetreden en wat ook in de toekomst voor ons ligt, waarbij we eigenlijk moeten kiezen of we dat begeerte, die begeerte en dat denken gaan richten op die idealistische dingen die te maken hebben met mededogen, goed met elkaar omgaan, het ander zien als een goddelijk wezen die eigenlijk hetzelfde recht heeft om hier te zijn en zorgen dat hij zijn ontplooiingsmogelijkheden geeft. En als we leren om ons daarop te richten, dan zal dat punt van die, ja, laten we zeggen, spirituele ontwikkeling die op de aarde zal gaan plaatsvinden, zullen we daar makkelijk in mee kunnen komen als we ons dus richten op de menselijke kant van ons bestaan, de medemenselijke kant van ons bestaan. Is het zo dat wij gericht blijven op
die meer persoonlijk gerichte mens en op ons eigen belang, dan is het zo dat we uiteindelijk niet meer goed zullen passen in de samenleving die zal gaan ontstaan van die mensen die op medemenselijkheid zijn gericht, omdat we dan buitenbeentjes worden die niet eigenlijk begrepen hebben dat het erom gaat om een medemenselijke mens te worden. En u vindt in alle tradities in de wereld dat er gesproken wordt over een fase in de evolutie van de mensheid die met een oordeel of het laatste oordeel of dat soort termen wordt aangeduid. Of zoals het in de Bijbel staat, dat de bokken van de schapen gescheiden zullen worden. En dat heeft dus, dat slaat dus op dit soort processen van kiezen voor de weg van samenwerking en mededogen en zijn voor anderen. Of ga je voor je eigen belang? En die, dat soort momenten is er dus al een aantal keren geweest. En als u daar de literatuur op naslaat, en met name de literatuur van Godfried de Peruker, dan vindt u dat over ongeveer 20.000 tot 25.000 jaar er ook zo'n periode zal aanbreken, waarbij we dus eigenlijk een soort schifting zien van mensen die inderdaad begrepen hebben dat mededogen en medemenselijkheid, dat het daarom gaat in de menselijke evolutie. En daarbij helpt het als je dus de kennis je eigen hebt gemaakt en geprobeerd hebt in je komende levens daarnaar te leven, om in die stroom en lijn mee te gaan. En als je ervoor kiest om daar dus niks, geen belangstelling voor te hebben en je gaat voor je eigen belang, dan is dat dus een keuze die bepaalt dat je dan minder goed of niet meer mee kan komen. En dat is eigenlijk, denk ik, in algemene termen het antwoord op uw vraag van voor de pauze. Ik weet niet of dit nog verder vragen oproept. Ik heb een vraag over het slapen. Ja. Als je gaat slapen, en dat heb ik zelf meegemaakt, en, als je dan ontwaakt, dan op een gegeven moment, mijn geest is dan helder, zeg maar ik kan niet opstaan, mijn lichaam kan het. Wat zou dat betekenen, wat voor stadium... Nou, dat volgens mij, ik herken het, want ik heb dat ook meegemaakt. Dan vecht je om op te staan, maar je lichaam, die kan niet, zeg maar, lijkt het wel. Ja, maar dat is wel een soort overgangsfase. Je bewustzijn is eigenlijk al wakker aan het worden. Maar er is nog een soort van vertraging ten opzichte van weer in het lichaam helemaal zijn, als het ware. En er zit een soort vertraging tussen die wel eens kan optreden. Ja. Maar dat is een kwestie van tijd, hè, want op een gegeven moment komt dat weer terug. Maar je kunt inderdaad een soort van... vreemd, een verlangend gevoel. Ja, een soort vertragend effect. En dan kun je wel iets bij voorstellen. Het feit dat de ene keer wel je met een flits terug bent en de andere keer daar een soort van traagheid in zit. En dat is eigenlijk, als je ziet hoe de mens opgebouwd is uit lagen, is dat eigenlijk heel makkelijk te begrijpen. In de natuurkunde is overal waar er... sprake is van opslag van massa's en dat soort dingen, heb je gewoon te maken met vertraging. Dus het is eigenlijk een heel makkelijk te begrijpen iets en het is eigenlijk wonderlijk dat je het maar af en toe ervaart. Ja. Je zou het ook om kunnen raken. Want je bent er helder bij, alleen je kan niks. Ja. Maar ja, als je eigenlijk beseft dat het een voorkomen natuurlijk proces is, moet je gewoon eventjes afwachten. Komt wel. Maar het is een bekend fenomeen, ik herken het. Ja. Goed, nog een laatste vraag misschien. Ja, maar met slaapverlamming vaak maken hebben mensen toch ook ontmoetingen met wezens. Ik kan het niet goed verstaan wat u zegt. Met slaapverlamming zien mensen vaak ook entiteiten en wezens. Slaapverlamming. Ja. Slaapverlamming? Wat is dat, slaapverlamming? Dat je wakker bent, maar je kan je lichaam niet beleven. Vaak hebben mensen dan niet echt altijd prettige ervaringen met dingen die ze denken te zien. Misschien echt zien. Ja, ik denk dat het een soort, ik heb in dat schema steeds laten zien dat er dus sprake is van overgangsfases. Kijken, waar heb ik dat schema nou? Hier. Hier heb ik dat geschema. Er is dus inderdaad, en dat vind je in de theosofische literatuur dus ook, dat er dus tussen al die fases overgangsfases zijn.
En ik kan het niet anders plaatsen als van dat, er, dat je dus in deze fase van je laatste droomslaap, want dat is dus iets wat voor het wakker worden plaatsvindt, je komt altijd via die lagere trappen, omdat hier ook correspondeert, Kamaloka is een lagere toestand van bewustzijn. Dus je komt altijd, ook al heb je een droomloze slaap gehad, via de trap van de droomslaap kom je terug. En ik kan me voorstellen dat, omdat dat allemaal overgangsfases zijn, dat daar dus vertragingen in zitten. Maar ik kan me voorstellen als dat lang duurt, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord trouwens, maar dat dat gewoon wel vervelend is. En ja, er zitten dus overgangsfases van het een naar het ander. En ja, misschien dat sommige mensen ook door wat ze in voorgaande levens hebben meegemaakt, zoiets hebben dat dat dan vaker voorkomt dan bij de gemiddelde mens. Ik kan me er iets bij voorstellen. Zou het ook kunnen komen door medicijnen? Nou, die mevrouw zegt hier iets van, zou het ook kunnen komen door medicijnen? Ik kan me voorstellen dat dat echt een factor van belang is, dat omdat eigenlijk al die verschillende delen van die samengesteldheid van de mens, een manier om je voor te stellen hoe dat met elkaar samenwerkt, is dat dat toch een beetje via wifi werkt allemaal. En als je ergens verstorende factoren hebt, zoals bijvoorbeeld je wel degelijk invloed of de koppelfactor tussen die verschillende delen verandert met medicijnen in het lichaam, dat je daar inderdaad verstoringen kunt hebben, kunt verwachten. Dus dat zou best wel eens een verklarende factor kunnen zijn. Maar het kunnen ook andere dingen zijn hoor, waardoor die verstoringen zijn opgebouwd in de loop van voorgaande levens. Dus je zou er echt studie van moeten maken waar het precies zit. Want ik denk dat er heel veel verschillende oorzaken kunnen zijn. En dat je dan dit soort niet gemiddelde dingen kunt tegenkomen. Oké. Nou, we hebben heel wat grond losgewoeld volgens mij. We gaan de avond afsluiten, zoals u weet, met een oproep aan ons hoger zelf. Aan dat niveau van die reïncarnerende ego. Wat in het geval van de Gayatri, het vers uit de Rig Veda, wordt ze voorgesteld door een gouden zon. En hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest, opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.